Ja, en dat is het resultaat. Hij gaat de animaties maken. Nou, ik ben benieuwd. De animaties maken dat vervolgens gewoon gaan mixen en zo. Ja. En waarom gaat dat dan op papier? Omdat het leuk is. Ja, het is leuk en het is makkelijk. Dus andere mensen kunnen het ook zo doen. Dus mensen kunnen gewoon meedoen. Ja. Helemaal, hè? Jij bent echt een durval. Ik vind het echt helemaal te gek dat jij... Hè? Echt te gek dat ik de gasten van C2C tegen kan komen. Nou, het is echt een leuke happening. Waar ik heel veel mensen ontmoet. En ja, het is gewoon echt geweldig. Jullie zijn speld. We hebben niet de hinder goed maken, er wordt een foto gemaakt. Oké. Wat wil je dan? HDTV. Waar bent u van? Waar ben ik van? Ik ben van. Waar ben jij van? Ik ben aanhang van de speld. Kom allereerst de Disprofies 2009. Wat kunnen de mensen doen? Ze kunnen een Dutch blogje winnen. Nou, fantastisch. Eindelijk, hoge woord is eruit. Een Dutch blogje, maar wat is het precies? Een Dutch blogje is heel erg bedoeld voor een jaar. Volgend jaar moet je je laatste post weer net zo goed maken als het jaar. En het is de 9e editie. Verschilt deze editie van voorgaande edities? Hij is nog veel leuker dan de andere uitreikingen. Daar hebben we heel erg ons best voor gedaan in ieder geval. Er zijn nog veel betere winnaars. Maar, Even serieus, inhoudelijk bijvoorbeeld, of andere categorieën? Er zijn niet veel andere categorieën, er zijn wat categorieën wel. Nog een keer bij! Hey, ik heb op jouw weblog gelezen dat je meer ouderwetse aanwijswoorden gaat gebruiken. Om dan maar even veel te gebruiken, ga je helemaal de blitz maken met deze meters snelle woord. Met meters dus? Meters. Oké, nou, ga er meters veel van genieten. Dames en heren, applaus! Gefeliciteerd en gefeliciteerd. Er is geen stad waar zoveel ICT telecom zit aan bedrijven. Maar ook als je kijkt dat Den Haag zelf de prijs heeft gewonnen voor de meest volwassen digitale dienstverlening. Ja, dan is het ook logisch dat je bij een winnaar ook zelf je prijzen uitreikt. Voorstellen of had het ook mee te maken dat Amsterdam misschien de Olympische Spelen van 2028 krijgt? Dat jullie dachten, daar moeten we iets tegenover stellen. Nou, dat eerste durf ik ernstig te betwijfelen, maar ik gun het ze van harte. Goed. Nou ja, laten we maar gaan kijken wie die meest... De winnaar in de categorie Best geschreven webblog 2009 is Jacques Veldman van Liefdag.